ik in mijn hoofd ga je er wel bij zijn. Dag Lilletje. Dat ik nog altijd niet weet wat ik ga aandoen. Ja, sorry, ik moet ook vloggen, hè. En ondertussen zijn er hier ook nog wat mensen, maar ja, ik zal die maar best niet in beeld brengen. Of zijn jullie niet? Oh, ja, niemand, niemand weet toch wat jullie komen doen. Maar dus ik heb hier ja, een paar kleedjes hangen, maar ik weet nog niet welke ik ga aandoen. Ah ja, waar willen jullie... Hallo? Ja, waar zitten? Tinder. Ah, oké, maar Maxine belde wel dat je er nog niet waart. Ah, allee dan. Ja, oké, school. Maar ik moet ook vertrekken nu van kantoor, want ik had nog opnames. Ik moet nu vertrekken, dus ik kan niet lang bellen. Maar ga je het vinden, of wat? Nee. Wat zeg je? Ga je het vinden? Ja, nee, ik ben hier in de buurt. Ja. Oké, dat is goed. Bye bye, tot ze biedt. Yo, yo. Ik zie niet, Pure Leaf staat hier nog. Is dat niet voor in de goodiebag? Ja, maar dat staat Pralinda zo overschot. Oké, dat is goed. Tot ziens, okay. We gaan vertrekken. Te voet, daarna. Ja, daarna. Ja. Mijn gesprekken met Maxine op zo'n evenement of zo'n belangrijke dag zijn altijd zo grappig. Omdat wij allebei zo gestresseerd zijn en we voelen dat van elkaar. En dan communiceren wij zo heel grappig. Ja, oké, nee, is goed. Ja, dag. Juhu, daar op het bovenste diep met de roze lichtjes. Had mijn boeklaars door. En Naomi heeft veel stress, want ze heeft de hele dag aan een filmpje gemaakt dat waarschijnlijk misschien niet kan afgespeeld worden. En dat is echt wel een ramp. Stefanie! Ah. Oké, ik heb wel echt geen tijd. Ja, maar ja, ik ben net zo vinden naar de weg aan het rijden. Maar we zijn zo vriendelijk. Oei. Ja, is goed. Tot ziens. You get everybody staring for days. All they see is just a young, pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it will take. Hallo, welkom iedereen op de boeklancering van From Blog to Brand. Bedankt voor het wachten. En ook bedankt dat jullie allemaal op tijd hier waren. Ik ga mijn tekst er heel goed bij houden, want ik moest het kort houden. En zoals de meesten wel weten, ben ik niet zo goed in het kort houden. Dus ik ga ook wel een beetje naar mijn papiertjes kijken. Ja, zelfs nu dat jullie hier voor mij staan, kan ik het eigenlijk nog altijd niet geloven. Ik heb een boek geschreven. Toen ik klein was, schreef ik heel graag verhalen en gedichtjes. Dat weten niet veel mensen. Ik weet ook niet of dat in het boek te merken zal zijn. Maar ik schreef wel heel graag en ik deed het liefst achteraan in het restaurant bij mijn ouders aan mijn mama haar bureautje, dat ik eigenlijk mijn bureautje maak. Ik stond ook heel graag op een podium en ik hield enorm veel van dieren en mode. Ik wist dat ik later iets anders zou doen, maar ik wist totaal nog niet wat. En ik heb daar ook heel veel mee ingezeten, dat ik nog niet wist wat mijn passie was, wat ik wou gaan doen later. En het is gek hoe ik nu eigenlijk dan een retailconcept uitbaat, elke dag in de mode werk, het allerliefste hondje van de wereld heb, dus ook met dieren bezig ben. Ik sta regelmatig op een podium omdat ik mag gaan spreken over het verhaal dat ik ontwikkeld heb in de afgelopen 4 jaar. Het is een enorme eer om... En dan waren er natuurlijk ook, en zijn er nog altijd heel veel mails en berichtjes langs alle kanalen met vragen van hoe ben je gestart, hoe ben je durven starten, wat moet je allemaal kunnen of doen of zijn als ondernemer, kunnen we niet eens de koffie gaan drinken en dan kun je je sociale media geheimen uit de doeken doen. Maar des te meer dat Class of Fashion groeit en des te meer dat ik er ook zelf nog aan het bouwen ben, heb ik natuurlijk niet altijd tijd om alle vragen te beantwoorden. En het was ook elke die toen al eens grapte van, weet je, eigenlijk moet je misschien gewoon een boek schrijven. En alles dat je weet, dan kunnen ze een boek kopen en dan weten ze ineens alles ook wat jij weet. En ik dacht van, jawel, misschien binnen 10 jaar. Maar hier staan we dan en stel ik jullie vandaag mijn boek voor.
Het boek is er niet alleen voor Klaus de Fashion Fans, maar voor heel veel verschillende mensen. Voor ondernemers, voor mensen die willen starten met een zaak of al een tijdje bezig zijn. Voor mensen die in de bloggerwereld, retailwereld zitten of die gewoon het verhaal achter Klaus de Fashion willen lezen. Maar het is ook een, vind ik zelf, mooi boek geworden dat heel mooi op de salontafel past. Met heel veel foto's en prentjes. Dus het kan ook dienen als lifestyleboek. De keer dat ik mijn zaak en alles er rond gewoon in de fik wil steken, kan ik echt niet meer tellen. En de ontelbare keren dat ik achteraan in mijn zeteltje, toen ik nog maar net gestart was in de Nationale Straat, dat ik daar achteraan lag met migraine, hoofdpijn, wenend, dat ik het echt allemaal niet meer zag zitten omdat ik alles ook nog alleen deed, die zijn ook ontelbaar. Maar natuurlijk is het als ondernemer dan heel belangrijk om er de volgende dag terug met heel veel goesting en passie te staan. En er waren uiteraard nog veel meer hoogtepunten. Talloze kippenvelmomenten, wenend naar mijn mama bellen omdat ik zo blij ben dat ik gewoon gestart ben en dat ik dat gewoon dan kwijt wil kunnen naar mijn vriendinnen, naar eender wie. Elke keer als ik onze roze zakjes op straat zie lopen, blijft speciaal. Kan ik echt zo, ah, ja, daar loopt een zakje. Want ik loop eigenlijk niet veel rond in de stad. En als ik dan eens in mijn auto zit of zo'n extreem passeren, dan ben ik echt altijd heel blij. De webshop die crashte wegens gewoon te veel bezoekers op dezelfde moment. Het moment dat ik, voordat ik het op het podium moest, bij de laatste modeshow, de pop-up in Knokke deze zomer die al onze verwachtingen heeft overtroffen. De meisjes met wie ik elke dag in, dag uit mag samenwerken, gaan spreken, mensen inspireren, kunnen doen wat ik graag doe en nu dus een boek. Ik ga het Klaus de Fashion verhaal niet helemaal vertellen, want uiteraard moeten jullie daarvoor een boek lezen. Maar we hebben wel een filmpje voorbereid. Dankbaar dat ik mensen heb gevonden die mee aan mijn droom werken, die mee bouwen aan dit verhaal en die hier zo queen hoe enthousiast staan te smilen omdat het filmpje afspeelt. Ik ben echt super blij daarmee en ik apprecieer jullie allemaal enorm. Dan mijn vriendinnen en vrienden, waarvan dat er vanavond heel veel aanwezig zijn. Bedankt om mij te steunen en mij vooral te laten zijn wie ik ben en vooral ook om af en toe geduldig te zijn. Als ik af en toe niet mee kan naar ergens, omdat ik het druk heb of omdat ik wel later antwoord op een berichtje. Ik probeer er echt aan te werken. Echt waar. Ik doe echt mijn best. Bedankt aan mijn broer, die mij van het begin van Klaus de Fashion gesteund heeft en geholpen heeft waar het kan. Het toont me echt dat onvoorwaardelijk liefde is en ik zou me echt geen betere broer kunnen wensen. En uiteraard als laatste mijn mama en papa. Van wie ik mijn ondernemersbloed meekreeg, mijn enthousiasme en de kracht om altijd te blijven vechten. Zonder jullie liefde en steun stond ik nergens. Last but not least, graag het team van Lano bedanken. Zij geloofden erin dat mijn verhaal de moeite waard was om te bundelen. Maar het is echt met heel veel trots dat ik vandaag mijn boek From Blog to Brand aan jullie voorstel. Ik ben heel blij met de uiteindelijke inhoud, zowel de tekst als het grafische gedeelte. En daar heb ik... Dat heb ik volledig te danken aan de mensen van Lano. Merci. Ik ben heel benieuwd om Tina haar verhaal te lezen, want ik ken ze eigenlijk nog maar van 2 jaar geleden. Dus ik heb haar presentatie wel al gezien, maar ik denk dat er wel meer details in het boek gaan staan. Dus ik ben heel benieuwd om van Brock te lezen. Ja, en gewoon. Ik bedoel, mijn vriendin heeft een boek geschreven, die staat echt wel seriously on the world map. Ik ben gewoon kei. You get everybody staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time. Ik denk dat
dat heel down to earth zal zijn. Heel down to earth. Heel emotioneel. En dat vind ik dus zo heel mooi aan haar. Dat ze de moeilijke dingen toont. De dingen die dat niemand wil zien, de dingen die dat niet veel mensen ook aan kunnen. Ja. Dat gaat zij in het boek brengen. En dat, ik hoop zelfs dat er misschien zelfs nog een vervolg komt, dat daar zelfs nog dieper op ingaat. Want ik denk dat zij dat durft tonen, dat zij een van de weinigen is, dat haar misschien zelfs daarom zo succesvol maakt. Dat zij juist toont wat echt is en niet gewoon al die succesverhalen. Ja. Dus, But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you much better. Just can't give up.